Eindelijk zijn we weer terug met een nieuwe top 5. Yes! Januari tot en met mei, want zo lang hebben we geen top 5 gemaakt. En dat doe ik samen met Renate, kijk, zo lang is het geleden, en Marieke. Dus laten we snel beginnen. Vind je dit een leuke video? Vergeet dan niet te liken, dat kan hier. Of als je meer van dit soort video's wil zien, abonneer je op ons kanaal. En een comment vinden we natuurlijk ook altijd leuk. Veel plezier met deze video. 5 maanden dus aan updates. En nou, dan konden we wel 5 mooie dingen uithalen. Dus laten we snel beginnen met nummer 5. Renate. Ja, op nummer 5 staat onze relatiedialoog. Dus de Managed Relationships Dialogue. Daarin kun je heel overzichtelijk zien welke relaties je hebt. Of het een 1 op veel relaties is, of een 2 op 1, of meer, of niet. En je kunt er ook op filteren. En dat filteren is echt heel erg handig, want vaak, ja, als je heel veel tabellen hebt, veel relaties er tussendoor, dan is het heel handig om even te zoeken waar zit hij nou precies. Of, ja, tenminste, als ik een rapport opnieuw open, dan komt alles door elkaar. Dus dan vind ik het fijn om het dan eventjes te filteren en te kijken of alles goed staat. En dan kan je dus ook makkelijk de veel op veel eruit halen, die je er misschien uit wil halen. Ja, precies. Die wil je er niet in hebben. Nee, precies. Nou, handig. Wat staat er op nummer 4, Marieke? Ja, op nummer 4 deze keer de Dynamic Subscriptions. En wat daar zo handig aan is, is dat je kunt zorgen dat de gebruiker een mailtje krijgt in zijn mailbox met een PDF-versie van het rapport. En dat kun je nu zelfs zodanig doen dat het gewoon gelijk al op die betreffende gebruiker is gefilterd. Dus eigenlijk een soort RLS, wat je ook wel nodig hebt om de inrichting goed te krijgen. Maar het voordeel is dus dat die gebruiker het gewoon iedere dag of wanneer je maar wilt in zijn mailbox hebt. En je kunt ervoor kiezen of hij een knop krijgt waarmee je alsnog naar de interactieve versie van het dashboard kan gaan. Want het is wel PDF, dus het is niet interactief, maar het is wel vanzelf in je mailbox. Handig. En zo kun je dus mensen weer triggeren om naar je rapport te gaan kijken. Ja, absoluut. Ja, Renate, wat hebben we deze keer op nummer 3 gezet? Op nummer 3 staan de nieuwe matrix layouts. Tijdens de powerplay werd het ook regelmatig gevraagd. Van, komt er een keer iets nieuws bij de matrix tabellen? En jawel, ze hebben jullie gehoord. Bij de matrix tabellen komen dus nieuwe layout mogelijkheden. Marieke, vind je ze tot nu toe heel erg goed te gebruiken? Zou jij ze al toepassen? Ja, er zitten al wel een paar dingen bij die ik al wel zou willen toepassen. Maar ik verwacht eigenlijk wel dat er de komende tijd nog wel meer interessante updates gaan komen. Om het gewoon eigenlijk nog prettiger te kunnen gaan gebruiken. Ja, die zijn ook al aangekondigd inderdaad. Hè? Ja. Dus ik zal in beeld zie je ook nu een lijstje van de milestones die er nog aankomen. En wat wel ook heel gaaf is, dat je nu ook on-object interaction op die matrix tabellen kan doen. Zodat je de krant total in één keer kan aanpassen of kolommen. Dus dat werkt nu ook eindelijk voor tabellen. Ja. Marieke, wat staat er op nummer 2? Ja, op nummer 2 hebben wij de mogelijkheid gezet om vanuit Power BI Desktop nu dus ook naar de folders in je workspace te kunnen publiceren. En je kon sinds 2 updates geleden al wel gebruik maken van folders in de Power BI service, zodat je eigenlijk daar, als je veel rapporten hebt, het een klein beetje overzichtelijker kan groeperen. En nu sinds de mei update is het ook mogelijk om vanuit Power BI Desktop in een van die folders te kunnen publishen. Dus dat is echt wel heel handig. Ga je dat veel gebruiken, Renate, denk je? Ja, ik denk het wel. Want ik heb toch meerdere klanten die op zo'n workspace ook meerdere rapporten nodig hebben. En dan is het wel handig als ze het dan in folders kunnen zetten. Zodat het wat beter overzichtelijk en gesorteerd kan worden. Ja. Jeroen, wat staat er dit keer op nummer 1? Nou, jullie raden denk ik al, het is bijna was het ook niet te ontwijken de afgelopen maanden, visual calculations. En ook al verschillende meningen nog wel, hè, want de ene zegt nou het is geweldig en de ander zegt nou, het is het nog net niet. Ja, is het wel echt denk ik de grootste verandering van de afgelopen maanden. Het maakt DAX weer wat makkelijker. Hè, en ik denk dat dat belangrijk is, zeker voor ook nieuwe gebruikers van Power BI, om iets te hebben wat gewoon relatief snel berekeningen doet, of het nou year-to-date is, of running sums, of verschillen. Binnen de grafiek kan je berekeningen doen. Nog niet voor alle grafiektypes, en zeker nog veel verbeteringen mogelijk, maar ja, ik zie daar zeer veel potentieel in. En ik hoop dat ze dat de komende maanden ook verder gaan verbeteren. Is het, Marieke, iets wat jij dagelijks gebruikt nu?
Ja, ik gebruik het nu op het moment nog niet helemaal, omdat ik merk dat ik zelf vaak bepaalde dagspatronen inmiddels ken en die continu eigenlijk kan blijven gebruiken. Maar ik kan me heel goed voorstellen als je nog relatief nieuw bent, dat het het wel een beetje toegankelijker maakt, omdat het gewoon wat logischer lijkt qua opbouw. En ja, ik denk dat het uiteindelijk wel een hele mooie toevoeging gaat zijn. Ja. Wat was jullie favoriete update de afgelopen maanden? Laat het ons weten in de comments hier beneden. En vergeet deze video niet te liken of te abonneren op dit kanaal voor nog meer top 5's. En hopelijk is de volgende weer wat sneller. Oké, bedankt voor het kijken allemaal. Doeg! 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 Doei! Doeg! Doei!